De groene visite van het IVN brengt herinneringen bij dementerende ouderen. Dat doen ze met een koffer vol met allerlei zaken die te maken hebben met zintuiglijke waarneming. Aan het aanbod is nu een nieuw voorwerp toegevoegd, de gaatstok. Laura, waar ga je naartoe met die gaatstok? Nou, daar ga ik mee op reis, door Twente. We hebben voor de groene visite een nieuwe koffer met de gaatstok door Twente heen. En de gaatstok, dat is een stok die vroeger jaren werd gebruikt uit een kamperfoeliestruik. En waar dus de handelaren en zo dus mee op pad gingen om honden of dergelijke van zich af te slaan. Maar de gaatstok werd ook gebruikt om gewoon te wandelen, maar ook voor huwelijk of geboorte of overlijden. Nou, en wij zijn dus met die gaatstok op reis gegaan door Twente. En daar hebben wij dus allerlei plaatsen in Twente aangedaan. En daar hebben we mooie foto's van gemaakt. En daar kunnen we dus met de gaatstok naar de koffer met de gaatstok door Twente. Kunnen we naar dementerende oudere mens toe. Dat is het idee eigenlijk, hè, van die groene koffer. Ja, dat is het idee van de groene koffer. Dat je dus met koffer vol met mooie foto's en met spulletjes. Want ook de gebruiken van Twente komen tevoorschijn. En ook gerechten uit Twente komen aan bod. En sagas en legendes uit Twente komen allemaal in de koffer voor. En dementerende ouderen komen vaak niet meer buiten. Dus wij brengen de natuur naar hun toe. Doen jullie ook iets met geuren of met vruchten? Ja, zo in de zomer neem je vaak een aardbeitje mee. Of een beetje bieslook of een beetje munt. Wat in ieder geval kruiden die sterk ruiken. Nou, en dan een aardbeitje is voor de proef. Het gaat dus echt om de zintuigen. Nou, de foto's is kijken. Nou, en de geluiden van vogels is horen. En wat doet dat eigenlijk met de hersens? Ja, ze herkennen toch vaak dingen van vroeger. Wat ze vroeger een wandeling hebben gemaakt of dat ze bij hun huis hebben gezien in de tuin. Ze herkennen dan toch stukjes van vroeger en dat geeft vaak een geluksgevoel. Het geeft een geluksgevoel, hè? Ja, je ziet het ook aan de gezichten. Ja, je ziet het echt aan de gezichten. Ja, soms ook wel een verdrietige traan, want dan is het ook wel van ik heb hier met mijn man heel vaak gewandeld. Nou, en dat mag ook. Dan is het ook vaak goed. Even een traantje en eventjes aandacht eraan besteden. En dan is het ook vaak goed. En dan komt toch ook dat geluksgevoel. Want dat heb ik toch maar weer mooi weer meegemaakt.